Ik ben Steffi. Ik ben Evans. En samen maken wij rugtassen. En ons merk heet Avalanche Bags. Het idee is ontstaan als ik op vakantie was in Mexico. Daar had ik eigenlijk een klassieke turnzak geleend van iemand. En eigenlijk was dat super comfortabel. En toen dacht ik, daar moet iets mee doen. Het idee sprak mij wel aan. Ik heb ook modetechnologie als opleiding gedaan. En ik vond dat wel wijs om zo van een simpel gymzakje te kijken hoe je dat tot een betere zak kunt maken. En om dat toch een beetje tot een hoger niveau te tillen. In het begin maakten we alle zakken zelf, ook de prototypes. Alles hebben we zelf tot de zak gebracht dat hij eigenlijk nu is. Dan begonnen onze vrienden, familie de tas te kopen eigenlijk. En dan begonnen we te merken dat er meer en meer interesse kwam. Toen zijn we groter geworden, maar toen werd het eigenlijk echt niet meer haalbaar om al die zakken zelf te blijven maken. Dus ondertussen zitten ze in productie in een Belgisch bedrijf, wat heel belangrijk is voor ons. Doordat ze in productie zitten, kunnen we ook een webshop starten en kunnen we eigenlijk groeien. Enerzijds heb je de zak op zich, maar daarnaast is ook de visuele identiteit er rond heel belangrijk. En daar focus ik mij dan meer op. Maar eigenlijk doe ik dan ook alles toch wel samen. Ja, we doen altijd alles samen. We beslissen ook altijd alles samen. En dat is wel... daarin zijn wij wel een goede match. En redelijk we zijn echt complementair aan elkaar. Ja. Laurence is daar beter in en ik doe dan meer de technische kant. En dat vult elkaar perfect aan. Dus we proberen eigenlijk ook echt wel een persoonlijke band op te bouwen met onze klanten. Dus zo gaan we bijvoorbeeld in elke tas die verkocht wordt de naam schrijven van de persoon die de tas koopt of krijgt. En dat vinden we leuk, omdat mensen dan ook wel weten dat er ook wel personen achter zitten die er heel erg mee bezig zijn. Momenteel is het voor ons belangrijk dat we er plezier in hebben en dat we onze creativiteit in kwijt geraken. En in de toekomst is dan voornamelijk de bedoeling van meer te kunnen experimenteren en ook echt met de design verder te gaan en onszelf uit te dagen eigenlijk. Met nieuwe modellen op de markt te komen en toch een beetje uit te breiden. En het zou wel wijs zijn moesten we een gevestigd Belgisch label kunnen worden.